Clown Melly, je zal dat zo dadelijk zien. Ja, die is een beetje zo ingepakt in zijn hand. Ja, hij is een beetje lomp geweest. Hij heeft zich pijn gedaan. Maar hij vond het toch de moeite. Ja, moet jij gaan plassen? Ah, maar omdat je je vinger opsteekt. In school is dat altijd, hè. Oh, ik moet gaan plassen. Ja, wat wil jij zeggen? Een olifant die op zijn vinger gaan staan. Ja, dat heeft een reus tegen ons gezegd. Ja, het is veel lomper dan dat. Als je hem zo niet bezig ziet, dan zul je wel zien. Ja, inderdaad, het zal lomp geweest zijn. Ja. Dus maar... hij wou hier per se vandaag voor jullie zijn, dus graag jullie aandacht en jullie applaus voor onze arme clown Melly. Hallo, 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 allemaal. Hebben er zo nog een klein beetje zin in, zo vlak voor de pauze? Wel, eerlijk gezegd, hè, ik eigenlijk niet zo meer. En weet u hoe dat komt? Dat komt door twee dingetjes. Eén. Kindjes hebben het al gezegd, er heeft in het circus een olifant op mijn vingers getrapt. En dat doet heel veel pijn. Twee, ik heb van de nacht heel slecht geslapen. En dat komt omdat ik een hele rare droom heb gehad. Maar daar ga ik straks een beetje meer over vertellen. Eerst heb ik al iemand nodig die deze gesloten omslag wil bijhouden tot wanneer dat ik het zeg. Jij gaat dat doen voor mij. Je mag hem zeker niet open doen, dus ik zou zeggen, leg hem op uw stoel en ga er met uw poepje bovenop zitten. Voilà, super. Dan kan er niemand meer bij. Hoho. En dan ben ik nu klaar voor mijn eerste goocheltruc. Oh, spannend zeg. Ik ben altijd een klein beetje zenuwachtig als ik moet goochelen. Ja, en als ik zenuwachtig ben, hè, dan krijg ik altijd een beetje dorst. Dus ik ga even drinken. Hè. Amai, dat is lekker. Ja, natuurlijk nu sta ik hier met een leeg flesje. Super handig. Voilà, flesje weg. Opgelost. Tijd voor mijn eerste trucje. Kijk, eigenlijk is dat een heel speciaal trucje. Dat is een trucje met dit doekje. En dat is een heel speciaal doekje. Weet je wat er speciaal aan is? Nee? Aan de voorkant, hè, is dat volledig rood. En dan aan de achterkant is dat volledig vierkant. Speciaal, hè? Ja, ik zie je wel denken, flauwe grappenmaker. Kijk, maar als ik nu dat doekje neem, ik steek dat in mijn hand, zo, helemaal daarin. En dan ga ik er natuurlijk, de echte goochelaar doet dat altijd, een klein beetje toverzout. Voilà, en dan zeggen we nog een magische goochelspreuk, à la Kazam, floep, en dat doekje is weg. Weet je waar dat doekje nu zou zijn? Toch niet. Zou dat kunnen? Ga eens kijken. Wel, kijk nu, hè. Dat zit gewoon in dat flesje. Tof, hè? Zeg, maar weet je nu nog dat ik daarnet verteld heb dat ik een rare droom heb gehad? Wel, wie van jullie heeft er allemaal een grote broer of grote zus? Bijna iedereen. Ik heb ook een grote broer. En weet je wat ik daar eigenlijk niet zo leuk aan vind? Mijn grote broer, hè, die plaagt mij veel. Ja, hè. Oh, dat is ongelooflijk. Ik heb zo voor Sinterklaas ooit eens een mooi tekenboek gekregen. En ik heb daar allemaal gezichtjes in getekend. En als ik dan ging slapen, legde ik dat boekje op mijn nachtkastje. En toen gebeurde dat, hè. Als ik dan heel goed lag te slapen, dan kwam mijn grote broer zo heel stilletjes mijn kamer binnengeslopen. Die pakte een schaar en die knipte mijn boekje in drie delen. Echt waar? Jij gelooft mij niet, hè? Ik heb een boekje bij. Kijk. En zo deed mijn broer dat, hè. En dan had ik 1, 2, 3 delen. Dat is niet leuk, hè. Eigenlijk, hè, vond ik dat niet zo slecht, hè. Weet je waarom niet? Ja, zo kon ik... Voilà, en zo kon ik mezelf mijn mannetjes maken. Kijk, ik kon zo zelf een mondje kiezen. Zie je dit? Ik kon zelf oogjes kiezen. En ik kon zelf mijn haar kiezen. Oei, dat is een beetje een kletkop. Dat is een beetje gelijk als ik. Dat is een beetje een clownzaar. Dat vind ik beter. Maar nu, hè, nu gaan we een spelletje spelen. En voor dat spelletje heb ik eigenlijk 3 helpertjes nodig. Ja, jij en jij.
Je mag gewoon op uw stoel blijven zitten, dat kan geen kwaad. Maar ga misschien een klein beetje recht staan, dat de mensen u allemaal goed zien staan. Ja, super. Zeg, kijk, hè. En ik ga nu mijn boekje nemen. En ik ga die blaadjes één voor één laten vallen. En jullie zeggen stop wanneer dat je maar wilt. Maar ik ga nog niet laten zien welk gezichtje dat we gekozen hebben. Dat doe ik pas helemaal op het einde. Afgesproken? Afgesproken. Hier, helper nummer 1. Wat is jouw naam? Joris? Louis. Amai, dat is een hele mooie naam, ze Louis. Zeg, Louis, ik ga die blaadjes één voor één laten vallen. En jij zeg maar stop wanneer je wil, hè. Ja. Stop. Oh, goeie keuzes, hè. Wie was kandidaat nummer 2? Ja, dat was jij, hè. En hoe is uw naam? Emily. Oh, dat is ook een hele mooie naam. Emily, je weet het, hè. Ik ga die papiertjes één voor één laten vallen. En jij zegt stop wanneer je maar wil, hè. Klaar, Emily? Oké, hier gaan we. Stop. Oh, dat begint eigenlijk al een leuk gezichtje te worden, hè. Al zeg ik het zelf. En dan hadden we nog kandidaat 3, hè. Dat was die kleine prinses daar. Hallo. Wat is jouw naam? Jana. Hallo, Jana. Wij gaan nu de laatste papiertjes laten vallen, Jana. En jij zegt maar stop wanneer je maar wil, hè. Ja. Stop. Eigenlijk is dat wel een grappig gezichtje. Vinden dat dan zelf ook niet? Dat is leuk, hè. Zeg maar, lieve schatjes van patatjes. Weet je nog dat ik daarnet verteld heb dat ik een hele rare droom heb gehad? Ja, hè. En ik heb aan dat braaf meisje daar een enveloppe gegeven, hè. En je zit daar met jouw poep op, hè. Ja, hè. Wilde je die envelop nu eens nemen? En dan mag je kijken wat er in die envelop zit. Je mag dat eruit halen. En dan mag je dat aan iedereen laten zien. En dan kan iedereen zien dat dat juist dezelfde tekeningen zijn. Zie je? Leuk, hè? Zeg, en weet je wat dat nog het plezantste allemaal is? Die een droom, hè, die is van mij. Maar die tekening, die krijg jij. Net zoals dit geweldige applaus. Nu, lieve jongens en meisjes, ik moet eigenlijk toch eerlijk iets bekennen. Die tekeningen in dat boekje daar, hè, ik heb die niet zelf getekend. Mijn mama heeft die getekend voor mij. Want ik zelf, hè, ik kan helemaal niet goed tekenen. Ik maak altijd zo hele lelijke tekeningen en dat mislukt altijd en zo. En daarom, hè, teken ik nooit meer in een boekje, maar ik teken altijd op een tekenbord. Tof, hè? En weet je wat dat dan leuk is? Even kijken voor mijn stift. Zo. Als ik dan een lelijke tekening maak, dan kan ik die daarna terug uitvegen. Ik zal eens een gezichtje tekenen. Kijk, hè. Meestal begin ik dan zo, met een cirkel. En dan zitten we er ook nog. Zo. Twee oogjes bij. Zo. Een neusje. Een mond. Twee flapoortjes. Net zoals ik. En een beetje haar. Voilà. Zo. Je ziet, eigenlijk is dat niet zo'n leuke tekening, hè, als ik dat maak. Wat blief? Hoe kan dat nu dat die ogen bewegen? Dat is een tekening. Als ik sta. Dus als ik nu stilsta, niet. Ook, hoi. Bewegen die ogen echt? Ik geloof dat niet. Ja? O ja, die ogen bewegen echt. Kijk nu, dat heb ik nog nooit gezien. Een tekening van waar dat die ogen bewegen. Dat is wel speciaal. Zelfs gaan we nog denken dat die tekening in één keer begint te praten. Ja! Hallo? Kan jij praten? Ja, hoor. Oh, wat leuk. Zeg. Tekening, wat is uw naam? Sammy. Oh, hallo, dag Sammy. Zeg Sammy, zal ik eens een leuk verhaaltje vertellen? Oh ja. Wel, Sammy, ik ga een verhaaltje vertellen van Roodkapje en de boze wolf. Roodkapje die ging naar grootmoeder om koekjes te brengen. Oh, lekker. Ja, lekkere koekjes. En Roodkapje die ging door het bos op weg naar grootmoeder. En plotseling kwam er van achter een struik in één keer een grote boze wolf. Nee. Wat nee? Nee, geen wolf. Ah, geen wolf. Wat dan wel? Een eend. Oké, een eend dan. Dus Roodkapje ging op weg naar grootmoeder om koekjes te brengen. Oh, lekker. Ja, lekker, hè. En toen dat Roodkapje op weg was naar grootmoeder, kwam er plotseling van achter een struik een hele grote boze eend. Nee, wat nu weer niet? Geen boze eend. Oké, wat dan wel? Lieve kleine eend. Oké, een lieve kleine eend. Dus Roodkapje was op weg naar grootmoeder en toen kwam er plotseling van achter een struik een hele lieve kleine eend
En de roodkapje die schrok en die was heel erg bang. Waarom? Ja, waarom eigenlijk? Als mijn verhaaltje niet mag gaan over een grote boze wolf, maar wel over een lieve kleine eend, ja, dat klopt mijn verhaal niet meer, hè? Oh nee. Zeg, weet je wat? Ik zie dat de volwassen mensen, hè, allemaal een beetje dorst beginnen krijgen. We zullen afsluiten en dan zien we elkaar straks misschien nog een keer terug na de pauze. Oké. Voilà, zijn lieve jongens en meisjes. Ik ga nu die tekening afvegen. Zo. Oh, dat is donker. Maar dat is niet donker. Dat zijn uw ogen die ik wegveeg. Voilà, mondje weggeveegd. Helemaal de tekening weg. Ziezo, zijn lieve vrienden. Ik was Clown Melly en jullie waren fantastisch.